Zo, we gaan een vlinder schilderen. Ja, ook dat kan je natuurlijk weer terugzoeken op internet. Je kan een mooie vorm zoeken wat je mooi vindt. Die kan je schetsen. Lukt dat niet, teken hem over van je beeldscherm en knip hem uit en hou hem hierop en teken hem na. Of pak carbonpapier en teken hem daarmee over. Nou, je kan allerlei dingen bedenken zodat je een mooie vlinder op het doek kan krijgen. Of op de muur of op paneel. Maar je kan ook echt één grote vlinder maken natuurlijk op één groot doek. En dan kan je hem echt mooi uitwerken. Maar je kan de kleine vlindertjes ook in allerlei schilderingen gebruiken. Echt op kinderkamers, maar natuurlijk ook in landschappen. Overal in alle kleuren, dat is ook leuk. Want ze geven net even vaak een extra dimensie aan de schildering. Ik schets gewoon hier even een vlinder. Dat kan natuurlijk dus in allerlei vormen en maten zijn en kleuren. Ik bepaal nu heel even hoe het lijfje staat ten opzichte van de vleugel. Zo. En dan zit hier nog een vleugel. Ik vind het bijvoorbeeld leuk dat een vlinder hier soms net zo'n tuutje heeft zitten. Dat maakt de vlinder net even wat mooier. Als je het uit je hand tekent, gebruik je potlood een beetje als meetlat. Dus dan pak ik hem hier, dan kijk ik, hey, zo groot is die. Dan zet ik hem even hierop. Dan weet ik, oké, hij is ongeveer deze maat. En dan kan je ook bijvoorbeeld bij deze hoek doen. Zo. Even zo, want dan kan je gelijk even een soort puntje zetten. En probeer een beetje in spiegelbeeld natuurlijk die vlinder te tekenen. Dat hij niet één vleugel langer heeft dan de ander. Maar het gaat ook een beetje van, hier heb je zijn lijfje. Nou, daar moet zo'n beetje rechtop die vleugeltjes zitten. Nou, dan teken je hem aan deze kant ook. Dan kan je het dus ook weer meten. Dan pak je hem zo. Dan weet je dat hij ongeveer tot daar komt. Zo. Dan kan je straks ook de potloodlijntjes wel weer een beetje weghalen. Zo. Nou, dan hebben we even een vlinder geschetst. En dan komen hier straks ook van die voelsprietjes aan. Ik kan ze nu wel tekenen. Normaal zelf op een muurschildering doe ik het eigenlijk. Teken ik ze haast niet voor. Dan zet ik ze eigenlijk gelijk erop met mijn kwast. Zo. Dan weet je zeker, soms is het lastig om daarbij te gummen. Dan weet je zeker dat je niet langs het potloodlijntje heen gaat, zeg maar. Nou. We hebben vandaag deze vorm vlinder. Nogmaals, dat kan natuurlijk allerlei. Ik vind het eigenlijk mooi als hij nog net ietsjes boller is. Zo, en dan zie je dat ik best wel grof schets. Dat zou ik aanraden op het doek om het zo dun mogelijk te doen. Of op de muur. Maar het doek is echt lastig om te gummen. Dus raad ik je aan om dat zo dun mogelijk te doen. Dus je kan ook eerst dus op een papiertje schetsen. Het dan uitknippen en dan hier voorzichtig op overtrekken. Dan zit je iets makkelijker met het gummen. Ik vind het nu leuk om bijvoorbeeld een blauwe vlinder te maken. Maar die kleur kan je natuurlijk zelf kiezen. Dan pak je zeg maar. Ik heb dan nu een beetje. Primair cyaan. Moet ik even kijken of ik het goed zeg. Primair cyaan. Heb ik een beetje blauw. En dat vind ik leuk. Dan kan ik. Mooie blauwe vlinder maken. Die mix ik wel een beetje met titaanwit. Dat je niet echt een hele blauwe, donkerblauwe vlinder hebt. Maar dat het een beetje gemêleerd gaat worden.
Ik zet dan eerst niet per se de randen aan. Het is ook weer dat ik dus in verschillende lagen schilder. Kijk, je bent heel gauw geneigd om misschien thuis te zeggen, ik ga hem precies helemaal blauw schilderen zoals die hoort. Ik vind het mooier om in die laagjes te werken. Dit is op het moment zit ik op een paneel te schilderen, dus dat is sowieso wat lastiger, want dat ligt erop, dat zuigt er niet in. Maar je kan het dus ook op de muur of op het doek doen. Op de muur zuigt het in, dus dan is de droogtijd net even iets sneller. Maar ik vind het juist mooi dat we allerlei verschillende laagjes gaan krijgen en niet in één keer een hele blauwe kleur opzetten. Kijk, dan maak ik bijvoorbeeld onder, doe ik er wat meer wit bij in. Dat zie je nu nog niet zo goed het verschil, maar straks wel. En eigenlijk gaat het best wel heel snel, zo'n vlinder. Het ziet er nog helemaal niet zo netjes uit. Hè? Nou, dan laat je tussendoor steeds eventjes wat aandroogtijd zijn. En jullie kunnen dan even stopzetten bijvoorbeeld. Ja, ik zal een beetje door moeten. Zo. Want de vlinder die ik op mijn voorbeeldje heeft, die heeft dus zwarte randen. Dus dan pak je lampenzwart van Amsterdam. En dan pak je dus je gladde kwast. We hebben de kwasten natuurlijk nog niet besproken. Ik heb bij het blauw een platte gladde kwast gepakt. Niet zo groot, omdat de vlinders meestal niet zo groot zijn. En dan hebben we dus nog een puntige kleine gladde kwast. Welke maat, dat maakt niet heel veel uit. Maar gewoon wat kleiner, omdat je gewoon, vaak zijn vlindertjes wat kleiner. Nu heb ik al best een grote vlinder gemaakt. Dus je hebt wat moeilijkere werkruimte met grotere kwasten. Dan ga ik dus met zwart. Deze wordt zwart met blauw. Vond ik wel heel erg mooi. Dus dan zet je dus die buitenrand op. En hier zitten een paar leuke karteltjes. Dus dan wiebel je een beetje heen en weer met je kwast. Zo. Maak hier een beetje wiebel de wiebel de wiebel. En ik sluit hem dus nog niet aan bij het blauw, omdat het eigenlijk zo meteen een beetje gaat overlopen. Kijk, ik kan ook eerst de zwarte rand opzetten. Maar nu heeft de blauwe kleur al een beetje droogtijd. Dus de wijze waarop ik schilder, dus welke stap ik zet, heeft vaak met droogtijd te maken. Ja, als jullie wel eens mijn muurschilderingen op een filmpje zien, dan verspring ik van de ene kant van de muur naar de andere kant, omdat het dan het andere deel weer kan drogen. Maar als jullie thuis bezig zijn, kan je hem natuurlijk even stopzetten, dus dat scheelt mij. Omdat ik vaak door moet, en nu ook, maar ook gewoon als ik een opdracht maak voor mensen, ja, dan moet het toch die dag klaar zijn. Dus dan moet ik zorgen dat ik goed uitkom aan het eind van de dag, dat ik niet een plekje dat ik moet wachten, omdat het nog niet droog is en dat ik dus niet verder kan. Dus dat is altijd even puzzelen. Zo, zie je, dat maak ik overal. En ik trek niet per se, kijk hier heb ik strakke lijnen, dat vind ik mooi. Maar ik heb niet per se overal strakke lijnen, want dat, ja, dat hoeft niet per se. En het, nou ja, dat kan je wel zelf uitkiezen. Maar ik vind het leuk om dit een soort druppeltje, zeg maar, dus ook zwart te maken. Dat maakt het heel sprekend, vind ik. Op de foto heeft zijn lijfje ook zwart. Maar ik vind het dan vaak mooi om dan net even wat bruin eraan te geven. Stel dat je dat niet hebt en je hebt alleen zwart en blauw. Nou ja, en wit bijvoorbeeld. Dan kan je deze vlinder wel helemaal zwart met blauw en wit maken. Maar ik heb dan nog een beetje gebrande omber. De bruin, gebrande omber, die gebruik ik daar dan voor. Die meng ik wel met een klein beetje zwart. Waardoor het wel iets donkerder is. Maar dan is het een beetje zwart af. Want dat vind ik iets natuurlijker. Dus dan kleur ik het lijfje zeg maar in. Ook daar zit je met een bepaalde droogtijd. Dan vind ik het dus wel mooier dat zo'n koppie straks dus wel wat donkerder is. En zeker zo, hè, bij zijn nekje dan. Dus je geeft hem een soort diepte. Zorg dus niet dat je
constant alleen maar helemaal even inkleurt. Want dan gaat de echtheid eraf. Je kan kiezen omdat je nu nog met zwart bezig bent. Bijvoorbeeld en met die bruin dan wel. Maar dan ga ik even terug naar het hele alleen zwart. Dus lampenzwart. En daar moet je dus echt dat kleine fijne kwastje voor gebruiken. En meng je verf echt wat dunner om een lijntje te trekken. Je zult zien als je pure verf gebruikt. Dan gaat het eigenlijk heel lastig om strakke lijntjes te trekken. Want dan gaat het vaak hobbelen omdat de verf droog is. Dus doe er wat water bij. Meng een beetje een papje tussen melk en yoghurt, zeg ik altijd. En dan kan je dus makkelijker in één keer, want als je er nog een keer overheen moet, is lastig. Kijk, dan heb ik hem natuurlijk wat vaker gedaan. Want dan krijg je vaak, dan wordt hij weer dikker en dan nog weer dikker en dan nog weer dikker. Dus dan heb ik zo die voelsprieten. Dan zet ik daar dus geen bolletje op. Maar dan zet ik een soort, ja, half bolletje, maar ook een soort, zeg maar, plat, een beetje plat op de voelsprieten. Dan heb je niet zo'n kinderachtig bolletje. En dan heb ik toch nog zwart aan mijn kwast. Dus dan ga ik overal weer even een beetje langs de lijntjes. En dat heeft met de droogtijd te maken dat het dan wel weer een beetje pakt, maar niet helemaal. Dat was dan, hè, met zwart dan heb je de donkere lijntje. Dan pak je weer wat bruiner. En dan pak je weer wat meer in het midden. En de bovenkant van zijn koppie. Zie je, dan is hij wat speelser. Ondertussen is het blauw wel aardig aangedroogd. Dus dan kunnen we daar weer even een laagje overheen geven. Kijk uit met het zwart. Maar omdat het kan nog een beetje nat zijn. Nou, bij mij valt het wel mee. Ik kan er wel langsheen dat hij niet erin meegetrokken wordt, zeg maar. En soms vind ik dat juist mooi. Dus dan doe ik het bewust. Maar nu is het eigenlijk al aardig droog. Ik heb nu weer het kleine kwastje, maar dat kan ook dat platte gladde kwastje zijn. Maar hiermee kan je net even wat beter langs de randjes. En blijf de lijnen volgen van de vleugeltjes. Ga niet over zo, want dan je houdt altijd de streepjes van de kwasten in. En dat is juist wel heel erg mooi. Zo. Nou, en in de onderste hadden we natuurlijk een beetje wit bij ingedaan. En nu ga je dat een beetje zien dat het in ieder geval wat lichter blijft. En dan kan je ook kiezen. Je kan ook gewoon ze dezelfde kleur geven. Maar ik vind het wel leuk als het een beetje verspringt. Vlinders kan je natuurlijk echt op zoveel manieren, zoveel vormen, zoveel kleuren maken als dat je zelf zou willen. Kijk, dan doe ik er nog een beetje wit in. Omdat het nog nat is, kan ik dat een beetje in elkaar over laten lopen. Zo. Ietsjes aangedroogd, dan zet ik er nog even een extra laagje op. Maar ik vind het dus mooi als het aan het eind, dat het dus dicht bij de vlinder, dicht bij zijn lijfje wat donkerder is. En naar het eind toe wat lichter. Ik werk ook heel vaak met mijn vinger om dingen goed uit te vloeien, zeg maar, in elkaar over te laten vloeien. Dat vind ik zelf altijd prettig, maar dat zou je zelf even moeten uitproberen. Nou,
En hoe je de kleur dus invult, ja, dat kan je dus inderdaad dus zelf weten. Zo, zal ik hem nog even een keertje. En ik doe het natuurlijk nu heel snel, dus neem lekker de tijd, zet hem stop en ga goed kijken, goed oefenen, wacht goed met drogen. Dat is voor mij natuurlijk nu een beetje lastiger. Zo, en dan kan je ook naar eigen invulling, pak ik weer lampen zwart. Heeft hij op mijn plaatje, zeg maar, hier bijvoorbeeld een lijntje lopen. En daar. En daar. En die heeft dus de zwarte rand wat dikker. Langs de hele vlinder. Maar nogmaals, hoeft natuurlijk niet wat je zelf mooi vindt. Maak ik dus ook niet per se dit lijntje helemaal tot aan zijn lijfje. Dan laat ik het een beetje weglopen. En hier heeft hij datzelfde. Hier heeft hij dus ook een wat dikker zwarte rand. En als je zwart helemaal niet mooi vindt, dan kan je hem natuurlijk ook helemaal blauw maken. Met een donkerblauwe rand. Of ga er lekker mee aan de slag. Maak een heleboel verschillende vlinders. Kan je natuurlijk al een heel leuk schilderij van maken met allemaal verschillende vormen en kleurtjes vlinders. Nou, dan heb je me weer. Ik heb weer zwart aan mijn kwast. Dus dan pak ik automatisch weer even iets mee wat ik dan zie. Ja, hier zit dan ook een donkerdere rand langsheen. Zo. Jij gaat er wel van spreken, van donkere randen. Heel even terug naar het bruin. Maak ik hier weer, omdat het gewoon nog net niet dekkend is bij mij. Omdat het nog niet genoeg droogtijd heeft gehad. En nou, dan heeft hij... vlinder ook overal hele mooie witte stipjes. En die pak ik echt met titaanwit. En dan pak ik ze echt wel puur. Dus dan doe ik er eigenlijk geen water meer van testen. Omdat wit dekt wat lastiger. En dan zet ik overal leuke stipjes waar ik het leuk vind. Op mijn plaatje zitten er dus een heleboel, zeg maar zo. En in principe hebben ze dat wel in spiegelbeeld. Niet 100%, maar je kan wel een beetje dezelfde plekjes aannemen. Oh, er zit een beetje een te dikke klodder aan. En mijn zwart is ook nog niet helemaal droog. Dus dat als je dat iets beter laat drogen, dan pakt het nog witter. Maar soms vind ik het ook leuk dat het dan toch net weer eventjes iets erin... blend, zeg maar. Mijn vlinder op het plaatje heeft hier allemaal kleine stipjes. Maar ik vind het ook leuk, want die heeft dus niet deze flapjes onderaan. En dan vind ik het leuk om daar dus zeg maar nog een witte stip in te zetten. Als je toch een beetje wit aan je kwast hebt, dan kan je ook eventueel wat highlights nog in het lijfje aanbrengen. Dus ik doe wat horizontale streepjes erin. Mogen best wel wat, sommige stukjes wat lichter en wat donkerder zijn. Zo, omdat hij dan iets meer gaat leven. Dat je het zelf mooi vindt. Maar je kan ook zeggen, ik pak echt donkerblauw. En zet bijvoorbeeld aan deze rand nog even wat donkere stipjes. Ja, dat is gewoon het leuke van een vlinder. Je kan echt maken zoals dat je het wil. Maar wil je dus stipjes zetten, pak redelijk pure verf. Wil je de ondergrond een beetje over laten lopen, pak dan wat... doe er iets water bij om het goed te mengen. En wil je dus zwarte strakke randjes maken, doe ook wat water erbij. Zodat je verf niet gaat haperen. En dat is wel als je met pure verf
lijntjes wil trekken, dan gaat het gewoon haperen. En dat, ja, dat wordt dan toch niet zo mooi. Ik vul een beetje zwart tussendoor in, omdat het bij mij dus geen droogtijd heeft gehad. Dan wordt het net even ietsjes donkerder zwart. Nou, en dan hebben we eigenlijk een vlinder gemaakt. Die je dus in allerlei kleuren en maten en vormen kan maken. Dus ga er lekker mee aan de slag. En wie het leuk vindt, mag het mij ook toesturen via social media. Dan kan ik er eens naar kijken.